Actie. Actie, ja. Goed zo, ja. Blokfluit. Hey jongens, goedemiddag. We zijn weer terug. Jullie hebben in de vorige filmpje gezien. Het probleem van de motor. Hij laait niet. We hebben het losgemaakt. Saai. Als je kijkt hoe we het losmaken. Wat wij gaan doen is, we hebben het losgemaakt. We zijn bij de spanningsregelaar. Kijk. Hier, dan gaan we die vervangen. Als ik hem heb leggen. Ik denk van wel. Want wij hebben alles leggen op het tweede snoord. Kijk, dit is hij. Wie is het? Hey. Heb je toevallig ook nu jullie banden opmeten en zo van brommers? Wat bedoel je opmeten? Bandenprofiel opmeten van brommers. Ik hoef niet te meten, ik kan zien of je profiel goed of niet goed is. Nee, maar kan je dat ook meten? Is ook te meten. Ja, heb je dat? Maar als jij met je brommer komt, kan ik zien of die goed of niet goed is. Nee. Heb je een metertje om dat te meten? Mijn ogen zijn meten. Als ik zeg mijn ogen zijn een meter. Ja, luister dan. Maar ik vraag of je zo'n metertje hebt. Nee. Oké. Okay. Alsjeblieft. Ik zeg mijn ogen is een meter. Mijn ogen is beter dan een meter. Dit is mijn werk. Mijn ogen is beter dan een meter. Kijk. Af en toe heb je chagrijnige klanten. Maakt niet uit. Hey, dit is een spanningsregelaar. Gaan we er eentje bij zoeken. Kom maar mee. We gaan zoeken. Lekker zoeken, jongen. Hier zo, spanningsregelaro. Ja. Ja. Hele lui voor met spanningsregelaar. Nee, hè? Nee. Te klein. Nog te klein. Hey, die lijkt er meer op. Ja, die is het ook, volgens mij. Ja. Dat is hem. Ja, dat is hem. Kom jongen, we gaan hem monteren. We gaan hem monteren. Wat mij opvalt, is hier kapot. Wat is hier gebeurd? En wat mij ook opviel, hij hangde los. Hij zat niet vast. De spanningsregelaar toen ik hem loshaalde. Geen probleem. Ze hebben hier aan lopen kloten, joh. Dit is toch zo, kijk. Ja, ik was het verkeerd aan het. Kijk, dit is deze. Hoppa. Hangen we zo, want dit doen we hier zo aan de binnenkant. Waarom? Anders gaat hij smelten. We gaan hem starten de motor. Dan gaan we kijken wat hij doet. Acht deurtje momentje. Blijf maar daar heen. Gewoon de chauffeur. Acht deurtje op maat hier in de stang. Nou, blijf starten. Ik vind het een mooie kleur. Jij niet? Jawel. Zo'n relaxe kleur. Kijk. Hij is een mooie kleur. Dan gaan we weer meten. Dan gaan we kijken wat hij gaat doen. Dit is plus. Kijk, hij geeft charge, hij gaat laden. Kijk je goed zien wat er gebeurt?
We hebben vergift voor jullie hier. Ja, ja, ja. Het is kijk, wat mij opvalt. Hij blijft op 11,4 staan. Kom maar hier staan. Hij blijft op 11,4 staan, dat vind ik wel. Maar... Ik heb de boel maar pauze. Ja, is goed. Is goed. Die pauze. Zeg, zit hij nog weer aan? Ja. We hebben jullie net op pauze gezet, er kwamen klanten naar binnen. Maar, ik zeg eigenlijk weinig verandering. Eerst gaf hij 10,4. Gisteren gaf hij... 11,4, toen vanochtend gaf hij 10,4 en nu blijft hij weer op 11,4 hangen. Dan gaat hij verder. Wat is er gebeurd? Ik maak hem los, die zekering, en ik zie een keer water eruit komen. Kijk, allemaal uit die zekering gekomen. Ik blaas die zekering even door. Kijk. Ga doen, ik pak contactspijker bij, kom eraan, momentje. Voor die grappen maak ik voor vorige keer met de extra spul. Ik heb alles van Motip. Knijt. Maak alles van spul. Dit is klote spullen. Kijk, hoe je handen eruit zien. Dit is echt chemisch. Maar ik heb boven natuurlijk handen. Ik spuit nog een keer met olie in. Dan spuit het eruit. We hebben hier van een klein zorg van gemaakt, maakt niet uit. Komt er goed. Kijk. Hoppa. Wie dacht je daarvan? Overal van oplossing van. De kruipolie eet roest op. Lawaai uit. Nou gaan we een tweede meting doen. Kijk. Zit er geen van? Nee, wacht maar. Het is nog geen chemisch spul. Ja, wow. Het is wel geen stink. Nee. Ja. Op een gegeven moment, je lichaam kan het tegen. Ja. In het begin kan je... Dan gaat hij weer terug. Net ging hij wel omhoog.
geur hier. Ja, die geur is gek, echt. Ja. Wow. Purple hier. Leuk, hè? Je voelt je eigenlijk licht in je hoofd. Ja. Tja. Maar het blijft nog steeds. Wat een vieze geur was het, ja. Wow. Lekker geurtje. Ja, heel lekker was het ook. Doe maar uit. Ja? We gaan zoeken, dan hoor je de seks van ons. Ja.